Ja, twee telefoontjes in mijn handen en we gaan natuurlijk hier een camera vergelijking mee doen. Ten eerste hebben wij dus de Motorola Edge van 2020, dus de vorig jaar flagship telefoon van Motorola. En hebben we de Motorola Edge 20 Pro van 2021, dus dit jaars flagship telefoon van Motorola. En we gaan de camera's vergelijken met elkaar om te zien wat is er nou anders aan en is het überhaupt beter? Dus ja, laten we niet langer wachten. Laten we maar gaan vergelijken. Let's go! Als eerst beginnen we met de hoofdcamera. Het voornamelijke verschil tussen beide camera's is hoe de processing behandeld wordt op de foto's. Op de Edge van 2020 ziet de belichting over het algemeen wat helderder uit en heeft de Edge Pro 20 meer contrast in zijn foto's. Welke nou beter is, is echt een kwestie van persoonlijke voorkeur. Ook in de verschillende scenario's pakken de foto's anders uit. Waarbij de ene keer de Edge Pro een betere dynamic range heeft, heeft de Edge van vorig jaar en andere foto's weer een betere dynamic range. Dus een winnaar in dat gebied kunnen we niet snel pakken. Alleen wanneer we foto's maken in het donker is het gewoon vrij duidelijk dat de Edge Pro hier wel stukken beter in is. De foto's zijn scherper, helderder en de witbalans is gewoon veel netter en een beetje meer true to life. En dan gaan we naar de ultra-wide camera's van beide toestellen. Als we kijken naar de foto's, zul je zien dat het voornamelijke verschil het contrast eigenlijk is. Waarbij de Edge Pro natuurlijk net zoals de hoofdcamera gewoon lekker veel contrast in zijn foto's gooit, zien de foto's van de Edge van vorig jaar nog net wat helderder uit. Het is ook maar net echt wat je voorkeur is. Waarbij ik persoonlijk zelf eerlijk moet zeggen dat de Edge Pro nog wel wat mooier uitziet. Maar één gebied waar de camera's dus wel echt daadwerkelijk verschillen is dus de nachtfoto's, of tenminste de low light performance. Want de camera op de Edge van vorig jaar presteert daadwerkelijk gewoon beter dan de camera van dit jaar. Detail is beter en scherpte is beter en over het algemeen maakt hij gewoon betere foto's in het donker. En dan gaan we over naar de macrocamera's van beide toestellen. Beide toestellen maken gebruik van een ultra-wide lens voor de macrofoto's. En om eerlijk te zijn, zijn de foto's van de Edge van vorig jaar wel een stukje beter dan de camera van dit jaar. Het oogt scherper, natuurlijker en over het algemeen wel een stukje mooier. Alleen de voordeel van de Edge Pro van dit jaar is dat hij dichter op zijn object kan komen. Oftewel, je krijgt veel meer detail in je shot dan de Edge van vorig jaar. En ook heeft het de zaklampfunctie, waardoor je nog veel betere foto's kan maken in het donker. Waarbij de Edge van vorig jaar gewoon smoezelig ogen. En dan gaan we over naar de telefotolens. De Edge van vorig jaar heeft een 2x telefotolens en de Edge van dit jaar heeft dus een 5x telefotolens. Oftewel, je kan dus dichter op je object komen met de Edge van dit jaar. Ook heb ik de shots van de Edge van vorig jaar even nog ingezoomd, zodat ze gelijk staan aan de focal range van de Edge 20 Pro. Om je even te laten zien hoe dat met elkaar vergelijkt. Over het algemeen, kwaliteit is van beide foto's natuurlijk gewoon prima. Alleen het is gewoon maar net hoe ver jij in je shot wil komen. Waarbij ik gok, als je telefotolens wilt, dat je het natuurlijk zo ver mogelijk wilt inzoomen. Oftewel, de Edge van dit jaar is de duidelijke winnaar. En dan gaan we naar de selfie camera's. Bij de Edge Pro 20 zul je zien dat hij wat meer contrast in zijn foto's brengt, waarbij de Edge van vorig jaar toch net wat helderder oogt. Wat ik persoonlijk eigenlijk wel mooier vind. Bij de Edge Pro 20 zie je ook wel net wat merken dat er meer blur op de achtergrond is, wat op zich best wel leuk is. En zul je merken dat de Edge Pro 20 wel een stuk beter is in low light performance. Want de Edge van vorig jaar laat hierbij een pazige rode gloed zien, wat niet echt mooi is.
Dus dit is een opname met de hoofdcamera. En dan kun je zien hoe die dus dat doet met de dynamic range en de kwaliteit met de microfoon. Ik heb de stabilisatie uitstaan, dus je kan wel merken dat de boel wel een beetje schudt. Vooral als ik loop, zul je dit wel merken. Waarbij ik denk ik de Edge Pro wel wat beter doet. Kijk eens. En ook het leuke wat is op de Edge Pro 20, je kan inzoomen tijdens het filmen. En dat kan dus niet met de Edge van vorig jaar. Dus je kan gewoon hup, ultra wide, kletskebam, tijdens één opname. Dat kan niet met die andere camera. Maar ja, welk toestel moet je nu halen? De Edge van vorig jaar of degene van dit jaar? Om heel eerlijk te zijn, het verschil is te weinig om daadwerkelijk een upgrade te maken. En kan ik je niet zo snel de Edge 20 Pro aanraden boven de Edge van vorig jaar. Maar om eerlijk te zijn maken beide toestellen gewoon hartstikke mooie foto's. En zul je met beide toestellen eigenlijk gewoon niet verkeerd zitten. Het enige echte verschil wat je dus zult hebben is dus die ultra wide lens voor de macro optie. En natuurlijk de telefotolens van 5 keer in plaats van 2 keer op de Edge Pro 20. Maar om eerlijk te zijn is dat dus niet een upgrade waard, vind ik persoonlijk. Dus ik zou zeggen, hou je nog gedijst en wacht voor een nieuwe generatie. En dat was ook wel de video. Als je de video leuk, behulpzaam of informatief vond, laat even natuurlijk een duimpje achter. En dan zie ik je weer terug in de volgende. Tot ziens!